Biontown. Hallo lieve mensen van Biontown. Ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe Rick's Avonturen. Vandaag staan wij hier in het Vondelpark in Amsterdam, want er is namelijk een kleine YouTube fan meeting. Nou ben ik een YouTuber met weinig fans, die kan ik dan meeten en zo. We gaan wat mensen interviewen, lekker ongemakkelijke vragen stellen. Je weet wel, Rick's Avonturen en shit. Rick's Avonturen. Wat wil je vragen? Ben jij een YouTuber? Of ik een YouTuber ben? Ja. Nee, ik ben van tv. Van welke tv? 3. Nederland 3. België 3. Oh, oké. Okay. Wat moet je dan doen? Ja, een beetje YouTube video's maken. Dus je bent eigenlijk wel een YouTuber? Nee. Ik snap. Abonneer. Oké, hoe heet je kanaal? Mogen wij onszelf promoten? Tuurlijk niet. Abonneer op Jij hebt het geprobeerd. Abonneer op Banjota. Hij probeerde het. Goedendag meneer. Hello, I speak English. Oh, why? Why, I speak in Nederlands. Waarom niet? Huh? Waarom niet? Nee. Goedendag. Heb jij het gevoel alsof nektasjes nog steeds in zijn? Nou, ze zijn wel handig, dus ja, waarom niet? Okay, wat zit er dan zo in je nektasje dan? Bankpasjes, sleutels, drugs, sigaretten. Ook belangrijk, ja. That's it eigenlijk. Echt? Dat is best wel een groot nektasje. Ja, klopt. Soms stop ik er wat meer in, maar vandaag even niet. Zoals? Mijn mobiele telefoon ook. Oeh, dat is wel spannend. Ja. Ben je hier dan ook voor de YouTubers? Ja, onder andere. Voor wie ben je hier? Enzo Knol. Ik ook. Ja, leuk. Nee, hij komt denk ik niet. Oh ja, jammer hè. Hoi Enzo. Ik hoop dat ik je vandaag nog tegenkom. Is zo niet jammer dan. Sowieso de groeten. Knolpower. Dank. Iemand zeggen die geen eens fan is. Hij is wel fan hoor. Oh, ben je ook fan? Oké, okay. Nou hier staat de grootste. Bent u hier een beetje het overzicht aan het houden? Nee. Nee. Ik zie je hier zo helemaal in de leegte staan. Ja, ik hou mijn dochters in de gaten. Waar zijn ze? Oh, ergens in de groep daarbij. Oeh. Een YouTuber. Nee, je mag niet op televisie! Nee, dus daar is het enige. U bent er niet voor bepaalde YouTubers? Nee, helemaal. Nee. Ik heb er. Nee. Ik ken ze ook niet. Dus... Hey, YouTube is ook een beetje voor homo's hoor. Koffie? Ja, ik kom er wel gezellig bij zitten hoor. Echt een hele doos vol suiker. Ja, wil je een zakje suiker? Ja, lekker. Als je een bakje koffie hebt. Ik zie die zo kijken naar die kinderen. Ik denk, moet ik de politie nog gaan bellen? Of, Nou ja, kan je het doen, maar ik denk niet dat ze kwaad doen. Gewoon kijken, niet kopen. Onze kinderen lopen er zelf ook bij. Dus laat ze allemaal lekker gaan. Oh, die zijn een beetje aan het oppassen vanuit de verte. Waar is een taxichauffeur? Ook al, ja, dat hoor ik vaker vandaag. Nou ja, hè? Mooi hè. Wil je koffie? Ja, lekker. Gratis koffie hè. Nederlands genieten. Ik maak zelf ook YouTube-video's. En wie ben jij dan? Ja, Rick. Het is niet heel bekend hoor. Niemand kijkt ernaar. Maar... Ik doe mijn best. Nog geen Enzo? Nee. Enzo die kwam in het begin wel naar me toe van Rick, heb je nog tips? Maar dat is nu niet meer. Niet meer. Ik gaf hem de goede tips. Oké. Okay. Dus, het is wel veel suiker, dat is goed. Oh, dat is creamer. Ja. Creamer, alles hier, alles doen. Even lekker roeren. Ja, we komen uit Noord-Holland. Ik dan in ieder geval. Oké. Okay. Waar Jury vandaan komt, dat boeit toch niemand. Nee, hè? Stop maar de cameraman. En die zie je nooit? Terwijl die nee. Ja, alles. Hij bewerkt de video's, hij gooit ze online. Maar ik ben de man voor de camera. Ja, maar ja, verschil moet er zijn, hè? Verschil moet er zijn, Jury. Nerd. Ik sta hier naast Linda. Hi. Ik sta hier naast Rick. Ze wilde niet dat het awkward werd. Maar ik vind eigenlijk niet heel snel iets awkward, dus ik denk dat je daar wel heel erg je best voor moet doen eigenlijk. Je moet wel dingen zeggen, anders kan het nooit awkward. Ja. Als het stil blijft, ja. Als het, ja. Ja. Lekker weertje, hè? Ja, best. Nou, ja, best wel. Gewoon fris. Ja. Beter dan zon, denk ik. Beter dan regen. Dus perfect, want geen zon, geen regen. Dus het is niet te heet, het is niet te koud. Gaan we nog ergens over hebben of niet? Ik weet niet, wat is je lievelingsonderwerp? Van alle onderwerpen in de wereld, lievelingsonderwerp. Seks. Ik sta hier momenteel naast Colin van Colijn. Hoi, ik ben Colin. Wie ben... Wow! Auto. Dit klonk goed, doe meer. Nee, ik durf het niet meer. Nog een keer. Hallo Colijntjes! Hallo Colijntjes, welkom bij een nieuwe video van Colin. En zo. Wie wil op de foto met Colin? Wil het nummer van Enzo Knol? Ik heb het. Ja. Oké, wat is het nummer van Enzo Knol? 06. Ja. 69. Ja. 69. Ja. 666. Wat denkt u dat hier allemaal aan de hand is? Ja, nou, ik hoor net iets van YouTube, want ik ken YouTube niet. Kent u YouTube niet? Ik ben bijna 90, meneer. Wat moet ik daar nou van kennen? Ze kent YouTube niet. Hoi Bardo. Ik sta hier naast Eelco, officieel organisator van een heleboel kinderen in een park gooien. Ja. Wat was nou het idee hierachter? Gezelligheid. En volgens mij is het gelukt. Voor mij is dat wel gelukt, ja. Het was gelukkig niet zo heel veel werk om te organiseren. Dus. Nee, je hebt alleen maar gezegd, kom allemaal en ze kwamen. Ja. Daar sta ik ook nog wel steeds van te kijken trouwens. Maar... Dat is toch wel cool, dat je zegt, hey, iedereen ga eens hierheen en dat ze dan ook echt komen.
Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind, het is een beetje echt het eerste gathering gevoel zo. Ja, het is alweer gezellig klein. Ja, gezellig klein met z'n allen. En wie is nou de grootste YouTuber hier? Ik denk jullie. Woe! Dat zegt al genoeg over het hele evenement. Dat zijn de grootste YouTubers hier. Ja, je ziet hoe jullie gestwarmd worden hier. Ik bedoel, ja. Kijk, die hele groep erachter. Allemaal fans, oh mijn god. Als je een handtekening wil, vraag het gewoon even, jemig. Ja, inderdaad, je hoeft hem niet helemaal te zwaar. Maar overzichtig! Voorzichtig! Wow, wow! Zijn kinderen bij! Oh, oh, oh. Oh shit. Oh shit, het is Rick. Doe de outro! Doei!